Dag kijkers en luisteraars en welkom bij aflevering 74 van TBN JPD. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Ook wij als team van TBN JPD dienen ons te houden aan de regels van COVID-19. En wij zullen dan ook wat stringente maatregelen treffen wanneer wij de pakketten en of enveloppes bezorgen bij de mensen. Want ook wij zijn erbij gebaat dat wij voorzichtig zijn. Vandaar wanneer er uw enveloppe u niet ziet dat die gedoneerd is in deze aflevering, dan doen wij dat wel bij de komende, want ook wij, zoals ik het al aangaf, zijn gebonden aan de lockdown, maar ook aan alle maatregelen van COVID-19. Maar nogmaals, van harte welkom bij aflevering 74. En aflevering 74 van TBN JPD zou niet mogelijk zijn dankzij een aantal donateurs. Mensen die hun hart op de juiste plek hebben. Mensen die ondanks alle problemen in het land, alle problemen wereldwijd, maar zij denken toch aan hun medemens. Vandaar onze hartgrondige dank aan al deze personen. Zo noem ik dan familie B. Mohan Mulla. Mevrouw Mohan Mulla wordt 70 jaar en in dat kader heeft ze gemeend om een aantal gezinnen blij te maken. De felicitaties aan deze mevrouw, maar ook nogmaals onze hartgrondige dank aan u dat u gekozen hebt voor TBN JPD om een aantal gezinnen blij te maken. Onze hartgrondige dank gaat uit naar mevrouw Irene, 80 jaar oud. Ook deze mevrouw is jarig en heeft er gemeend een aantal gezinnen blij te maken. Onze hartgrondige dank aan u dat u ook voor ons hebt gekozen. Dat u hebt gekozen om op deze manier gezinnen te helpen. Onze dank is heel erg groot. Rich International die heeft begrepen dat gezinnen nu heel moeilijk aan brood kan komen. Rich International heeft dan crackers gedoneerd. Onze hartgrondige dank aan Rich International. En een familie die al enkele weken aantal steeds pakketten doneert. Deze familie die anoniem wenst te blijven, maar uit alle liefde doet. Ook deze familie begrijpt ernst van alle problemen in het land. En op deze wijze willen zij dan ook hun bijdrage leveren. Onze dank is heel erg groot ook aan deze familie. Daarnaast aan alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van aflevering 74. Onze dank is heel erg groot. Heel veel kijkplezier. Vanwege de toename van het aantal COVID-19 gevallen in Suriname zullen wij voor wat betreft JPD wel blijven doneren, maar sowieso zullen wij hier en daar aanpassen in het programma, vooral met betrekking tot de verstrekking van de pakketten, omdat men steeds toch wel aangeeft minder contact te hebben met elkander. Vandaar dat u dan wel hoort en ziet wie het allemaal krijgt, maar dat we lange gesprekken zullen voeren, dat zullen wij voorlopig niet doen vanwege het feit de gevaren rond COVID-19. Zo heeft gedoneerd Aziz Kedu in verband met zijn verjaardag op 21 mei. Nogmaals, Aziz Kedu in verband met zijn verjaardag op 21 mei. Hij doneert een enveloppe met inhoud en ook een zak rijst van 10 kilo. En de donatie doen wij aan mevrouw Ramdas, die slechtziende is. Verder hebben we een enveloppe met een geldsbedrag van mevrouw Indra Maduban. En dat is ook dan voor mevrouw Ramdas. Alsjeblieft, mevrouw Ramdas, dit is beide voor u. Het pakket komt van familie B. Mohan Mulla.
Zij is van de Walapastraat en de Walapastraat die is dan te Bloemendaal. En het pakket welke u in uw armen heeft gehouden, mevrouw Ramdas, dat krijgt u van een familie die zijn naam niet op de televisie wil. Maar u krijgt het allemaal uit een goed hart. Wilde u alle donateurs wat zeggen? Ja. Nog hartelijk bedankt. Jullie hebben me echt verrast. Want ik heb gehoord van die situatie van die COVID. Dus ik ben voorzichtig ook. En na vele na deze. Namens Assis Kedu doen wij dan ook de donatie aan meneer Goudoun. Meneer Assis Kedu is jarig geweest op 21 mei en hij doneert een enveloppe met inhoud, daarnaast een zak rijst van 10 kilo. Verder hebben we een donatie van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Nogmaals, een mevrouw die anoniem wenst te blijven. En dit is geadresseerd aan meneer Goudoun, de heer in de rolstoel. En van de mevrouw die anoniem wenst te blijven, doneert 250 SAD aan meneer Goudoun. Daarnaast hebben wij een tas, een rode zak met levensmiddelen. Dat is dan van de familie B. Mohan Mulla van de Walapastraat te Bloemendaal. En de kleine witte zak met levensmiddelen en lekkernijen, dat komt dan van een familie die anoniem wenst te blijven. Meneer Goudoun, ik had sponsor hier, John Pathail, op gaat envelop met inhoud, haar pakket. Chaur, ab aate kus bole sabke? Boli, jitna hai donateurs rakhe sabke bahut dhanyavad, jo aise aise mane ke khayal kar rahe hain. Mevrouw Indrawati, de heer Assis Kedu is op 21 mei jarig geweest. Van hem krijgt u een enveloppe met inhoud en daarnaast ook een zak rijst van 10 kilo, alstublieft. Dit krijgt u, enveloppe met inhoud van de stichting Swami Dayanand. Nogmaals, van de stichting Swami Dayanand krijgt u ook een enveloppe met inhoud, alstublieft. De witte tas met levensmiddelen, dat is van een familie die hun hart op de juiste plek hebben, maar zij willen anoniem blijven. En de rode tas met levensmiddelen, dat krijgt u van de familie B, van mevrouw B. Mohan Mulla. Zij wordt 70 jaar oud, zij is woonachtig in Nederland, maar ze geeft het vanuit de Walapastraat, de Boerbuiten. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ja. Walapastraat Bloemendaal hoor, pardon, Bloemendaal. Walapastraat Bloemendaal, wie is dat? Mevrouw B. Mohan Mulla. Ik bedank mevrouw B. Mohan Mulla. 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 Ik bedank Alfaas. Ik geef ze, God gaan, krijgen ze veel zegen. En ze wordt jarig. 70 jaar. En ik bedank, dus wat moet ik zeggen, dus nog vele jaren na deze, mm-hmm. Nog 100 jaar leven. En ik bedank die mevrouw Alfaas en ze krijgen veel zegen, ze krijgen veel zegen, ze of zij krijgen veel zegen aan God kan. En hun gezondheid zal goed gaan, hun familie ook. Iedereen, hun families, iedereen, hun gezondheid zal goed gaan. Dat is het. Van God kan. Ja. En wat zegt u aan de mensen van wie u de enveloppes hebt gehad? Ik bedank meneer Swami Dayanand, Assis Kedu, ik bedank ze ook. En Kedu is jarig of 21 mei, no? Jarig geweest. Ik feliciteer nog en nog vele jaren naar deze. Nog 100 jaren lezen, leven en ik bedank ze ook. En hun gezondheid zal ook goed gaan en zo. Iedereen, alle families. En wat moet ik nu zeggen?
Dat is alles. Bij aflevering 74 van TBN Jepide gedenken wij ook meneer Niamat. Meneer Niamat, Abkhat Pathuis, mevrouw B. Mohan Mullah. Mevrouw B. Mohan Mullah, ke binnenkort genam dien he, 70 jaar ke hoi. Mevrouw Mullah, Abkhat Pathuis, e-pakket en een zakkerijst. Arjon e-pakket he. E-pathuis ik palwaar, jona per naam TV benamang he, maar pendeelse pathuis. Verder op gaat Pathuis ik een mevrouw op een naam namange TV per binnen, anoniem he. Op Pathuis op doorgaat ik envelop met inhoud, alstublieft. Er is een Pathuis op een manier, ook een namange per naam TV per, ook op een deelse Pathuis, bole een paisa, op een kus me lagalio. Jenna sponsor he, kus mate bole, meneer Niamat. Sir, Jenna sponsor ke, Jannam Dim, Bara Bijo Mafla Pathuis he. सबके बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद और ऐसा सीखा मां को कि यह लंबा तो दिन रखे सबके अब क्या करें भाई बीमारी से कारण अब कुछ न कर पाए हम भी कौन बीमार बाप के बरसता मारी से बराबर पेंचर भाई लिया Ja, meneer Niamat, die brengt zijn hartgrondige dank uit aan alle donateurs voor de enveloppes met inhoud. Ook voor mevrouw Mohan Mullah, de felicitaties, Gods rijkste zegen. En ook voor de andere familie die anoniem wenst te blijven. Aan allemaal Gods rijkste zegen. Atja, meneer Niamat, op een torak helker, je zei ja, nee, moeilijk bij COVID. Zomaar bij reden naar je, je gaat meer hier, pas je hebt echt nodig, hè. Dat bij René Kario. Ik zei aan meneer Niamat dat hij niet zomaar uit huis moet gaan, pas als het zeer dringend is. Dat geldt in feite voor elke Surinamer. Nu met COVID-19, de toename, ernstige toename in Suriname, zullen wij dat allemaal in acht moeten nemen. Bij aflevering 74 gedenken wij ook mevrouw Feira. En ik zal alle donateurs dan gelijk in één keer voor u opnoemen, mevrouw Feira. U krijgt van een mevrouw die op 15 juni 60 jaar oud wordt. Ze is van de leiding 11A Saidiweg. Nogmaals, een mevrouw die op 15 juni 60 jaar wordt, leiding 11A Saidiweg. Van haar krijgt u 250 SRD, alstublieft. En dit krijgt u van een familie van de Munder. Dit is ook een enveloppe met een geldsbedrag hierin voor u. Pakket dat u in uw handen hebt gehouden, dat komt van een familie die begrijpt in welke situatie nu families zitten vanwege COVID-19. Vandaar dat ze dan dit uit hun hart doneren. Ze willen geen naam op televisie. U krijgt beschuit, toch? U krijgt beschuit van Rich International en rode zak met levensmiddelen en rijst. Dat krijgt u van mevrouw Mohan Mullah. Zij wordt 70 jaar. Een aantal donateurs. Wilde u ze wat zeggen? Ja, ik wil ze heel hartelijk dank zeggen voor alles wat ze voor ons doet, weet u toch? En dat God ze nog vele jaren in goede gezondheid kan geven. Dat ze door hun werk blijven doen. Ja, dat is mooi gezegd. Hoe is het met u zelf, mevrouw Vera? Het gaat. Ja? Ja, het gaat. U gaat niet zomaar de straat op, toch? Nee, hoog nodig ga ik op straat, maar anders niet. Ja, als ik moet, moet ik, maar anders ga ik niet. Ik ben de hele dag thuis. Had u een boodschap voor die gemeenschap in verband met COVID-19? Naar de president luisteren wat hij te zeggen heeft. Zijn dingen opvolgen, weet je, zijn raad opvolgen en zo. En als we zo doorblijven, dan gaat alles weer goed komen met de wil van de Almachtige daarboven. Dank u wel, mevrouw Feira. En ik zou u zeggen, weer graag tot een andere keer weer. Jawel, meneer. Bedankt. En ook mevrouw Suretten gedenken wij bij aflevering 74 van TBN Jepide. En mevrouw Suretten die krijgt als eerste een enveloppe
van iemand die anoniem wenst te blijven, maar in verband met verjaardag 60 jaar op 26 mei, nogmaals, in verband met verjaardag 60 jaar op 26 mei doneert deze persoon een enveloppe met inhoud voor mevrouw Sureton. En dit komt namens mevrouw Susan Kanhai, kinderen Alicia en Rishan uit Nederland Spijkenisse. Mevrouw Susan Kanhai, kinderen Alicia en Rishan uit Nederland Spijkenisse. Verder krijgt ze beschuit in deze tijd waar bijna de meeste winkels gesloten zijn. Krijgt ze crackers van de Rich International. Daarnaast krijgt ze ook pakket van een familie die ook anoniem wenst te blijven. Even die, mevrouw Sureton. En dan krijgt zij ook nog een grote pakket van mevrouw B. Mohan Mulla uit Nederland, die 70 jaar wordt. Maar adres in Suriname is Walapastraat te Bloemendaal. En dat allemaal voor mevrouw Sureton. Mevrouw Sureton, heb je dat je niet op gaat betalen? He? Kusmate bolle. हां भाई मूलों के धन्यवाद है बहुत सुखी रहे और सब कुछ मोइसर है तो हम लोग मोइसर ये बाल बच्चन बेटी बेटा सकते हैं ja, mevrouw Sureton brengt haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs. Het is altijd een mevrouw van weinig woorden, maar woorden die altijd krachtig zijn. En dat is haar dankwoord aan alle donateurs. Tja, mevrouw Sureton, ik zeg je, vind ze het ook een beetje weet je? Tja, mooi zeg je, hè? Oma Ramsaran Singh, die krijgt van ons als eerste, ik envelop, Ipathais ik jene, ook al jenem dien he, 26 mei ke raha, pardon, 26 mei ke ook al jenem dien raha, 60 jaar ke bhel aji, ap khat pathais, bale paisa mahak samay me, kus me laga liyo, I envelop pathais mevrouw Susan Kanhai, Aroka Larkin, Alicia en Rishan, Nederland Spijkenisse ke. Nogmaals, mevrouw Susan Kanhai, kinderen Alicia en Rishan, Nederland Spijkenisse. Abjun Beschuit Lille, Crackers, u Pathijs Rish International. I pakket Pathijs Ik Palwaar, jona per naam TV per naam hangen, maar deelse Pathijl. Ar I barka pakket Pathijs mevrouw B. Mohan Mulla. Ook al jenem dien he, 70 jaar, jenna sponsor he aji, maate kus bole? Ha, bohut dhanbaat he, bohut aasirbaat u mulla ke sab ke, ajol holland se bhi pathail he sab koi, u sab ke bohut aasirbaat gai, badhanti hove, jaise hem loke khyal kare, u loke tandusti banal rahe, sab kuch rahe badhiya. Aap loke bhi jo lai lai dee ho, hamare taraf se bohut aasirbaat sab loke sab bhi dee dee ho. Bol dee ho, bohut dhanbaat. उतना दूर होते हुए सब कोई हम लोग को याद कर रहे हैं अच्छी बात है Oma spreekt haar dank en zegeningen uit. Ja, dank en zegeningen uit aan een ieder die gedoneerd heeft. Niet alleen hun, maar ook hun kinderen, hun kindskinderen. Dat ze allemaal gezegend mogen zijn. Ze is heel erg blij dat men ook haar gedenkt. Nogmaals, ze is heel erg blij dat ze dit alles heeft mogen ontvangen. Mevrouw Santoki, ik had sponsor he, John Abkhat Chit Pathail. Pahila he, Palwar Ahmed Shah, Shifania Liyakat Hussein, haar zoon Safar, Usapke Betwa Safar. I envelop, Savan Abkhat Pathaira Idul Fitr gehad, maar drukte, verkiezing kedien raha, waardoor hanang na pahunch pahili, maar aach hanang door gehad envelop leili. Ahmed Shah, Shifania Liyakat Hussein en zoon Safar. I Palwar Abkhat Pathais 200 SRD. Ar I he Chandrani Seyombar Singh, Bijustraat 14, Dukhi Projekke. Nogmaals, mevrouw Seha Seyombar Singh van de Bijustraat 14, Dukhi Projekke. Ohu Pathais Abkhat ik envelop. Balei Paisa Kusmelagalio, mevrouw Santoki. Ar John Ekwan pakket he, John Ek pakket he, u Pathais he, mevrouw Mohan Mulla. John I pakket he. Archor, mevrouw Mohan Mulla, ook haar jenemdien he, 70 jaar. Crackers, beschuit dus, u he Rich International ke. Or John Ekwa pakket he, u Pathais Abkhat Ek Palwaar. John op een naam namange dewe, maar deel se pathail. Mevrouw Santoki, kamate bole. Hello.
ओलो सबके जो जांगर मोई रह सब बर जिए भगवान बेटी बेटा फूलो फलो बढ़िया से रहो। अब तो हम जाए वाला आई आज है बिहान ना आई हमार सब बाबू चल गए हम भी भैले फिरन तक तक यार क्या चल बोल ना पाइल उतना रास्ता है सारे कहूँ जे जाए मंगिए टैक्सी भी ना आवे मांगे। Mevrouw Santokki brengt haar hartgrondige dank uit in één woord aan alle donateurs, dat zij, hun kinderen, kindskinderen allen gezegend mogen zijn. Ze geeft ook verder aan heel blij en dankbaar te zijn dat men haar heeft bedacht, want ze kan nergens makkelijk gaan. Haar weg is ook heel slecht begaanbaar. Wil ze ergens naartoe gaan, moet ze dat met de taxi doen, want de bussen rijden niet. En de taxis die willen niet zo ver in de weg, want haar weg, nogmaals, is heel slecht begaanbaar. Nogmaals, haar hartgrondige dank, zegt ze, aan een ieder die haar bedacht hebben. Dat is dan wat mevrouw Santokki zegt. En ze voegt er ook net toe, ook aan ons, voor alle tijd en moeite die we nemen om het tot een huis bij haar te bezorgen. Ja, mevrouw Santokki is 84 jaar, dat zei ze ook. Ze is er onlangs 84 jaar geworden. Een beetje nu slechter been, lopen gaat heel moeilijk. En ze zegt, ze weet ook niet hoe lang ze in ons midden nog is. Ze heeft twee dochters heel gauw achter elkaar verloren. En dat heeft toch een zware wissel op haar getrokken. Moeder van 84 jaar, maar twee jonge dochters die voor haar zijn komen te overlijden. En dat is ook heel erg zwaar voor haar. En ja, we voelen met haar mee, want elke keer wanneer we hier komen, zegt ze dat hoe ze haar dochters toch mist. Haar dochters die nu er niet meer zijn. Acha, mevrouw Santokki, aan het jullie? Apne ke khyaal kariyo? Ja, nee, zei... Ik wou dat aanwe he. Amna jani ukebbe, amna tinli na poochili he. सफा का उज्जर के है ओहो आवे हमें चीज तकिया हो किया वैसा चीज दे गए मां हम ना पूछ ले ओना बैल करे रहा बैल करे रहा तो हमसे पूछे रहा तो हम बताई रही एकदम आरी स्ट्रात एकदम एंड पे जइयो तब मुआम फ्रोसन तो की रहे ओ आए रहा ना अच्छा जरूर औरत आवे सनिचर के तरकारी उकारी बेचारी लावे है जोन रहे कीन कान के Ook Ratna en haar kinderen gedenken wij bij aflevering 74. Het zijn een aantal donateurs, mevrouw Ratna. We beginnen bij de enveloppes. De eerste enveloppe krijgt u van een oma, van een mevrouw, die op 17 mei 85 jaar is geworden. Maar deze mevrouw, die wil toch graag wat gezinnen helpen, vooral gezinnen met kinderen. En u heeft er een aantal, ook nog een baby. Hierin zit er 250 SAD, alsjeblieft. En dit komt van de heer Harry. Hierop staat duidelijk geschreven: gezin geven die het dringend nodig heeft. Nogmaals, dit komt van meneer Harry. En we geven het daadwerkelijk, meneer Harry, aan een gezin die het hard nodig heeft. Mevrouw Ratna, alsjeblieft. Hierin zit 200 SRD. U krijgt rijst en ook nog een pakket van mevrouw Mohan Mullah. Zij is 70 jaar geworden. Beschuit dat de kinderen eten, dat krijgt u van Rish International. En dat wat uw dochter in handen heeft, dat krijgt u van een familie die hun hart op de juiste plek heeft. Ze willen hun naam niet op televisie, maar ze begrijpen het nu met corona, met de hele situatie in het land, dat gezinnen zaken dringend nodig hebben. Dus van hun krijgt u dan ook een pakket met levensmiddelen en alle andere zaken. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ik wil ze hartelijke dank zeggen. Bedankt dat hij toch nog naar ons luisteren, naar ons kijken. Maar ik weet dat het God gaat iets wel doen met deze ziekte. Dat veel mensen dit krijgen. Ja. Jullie gaan toch niet zomaar de straat op? Nee, het is moeilijk om hem over de straat te gaan. Vooral als ik de kinderen al heb. Ik heb wel al die problemen met hem. Hij is een epilepsiepatiënt en ik kan nergens hem tabletten vinden. Nergens. Overal heb ik al gezocht. Vanaf 7 uur ben ik over straat vandaag.
al mijn voeten doen, maar ben ik net thuis aangekomen zelf. Nog niets. Maar wat is het? De apotheken zijn gesloten of de gewone medicijnen zijn niet te vinden? Die apotheken zijn gesloten, bepaalde zijn gesloten en bepaalde hebben het niet. Zelfs een babypamper zelf is het schaars. Nergens kan ik het vinden om eentje voor deze babytje. En wat is, hoe heet de medicijn die hij gebruikt? Is dan een PCS-tabletten. Oh. Een speciale PCS, ik ken het niet uit het hoofd. Die witte tabletten toch? Dus 200 milligram moet hij elke dag drinken, zodat hij rustig kan zijn. En als hij het niet inneemt dan? Dan krijgt hij die aanvallen, dan wordt het beschadigd van zijn hersenen. Mijn hersenen beschadigd meer en meer. En nergens kan ik met, ik weet niet. Bepaalde plaatsen is er wel, maar die mensen willen 400 tot 500 SRD om het te verkopen. Terwijl Pelantitaku mag kiezen gratis. Ik weet niet meer wat ik moet doen, wat ik moet zeggen. Maar ja, dank voor alles. Dit is dan mevrouw Goedoen, die wij ook gedenken. Aji, Abkhat Halalairi. Thora saudar paisa jon mane doner karebam ar e pehla envelope jon hum apkhat pathai lek jene u he go palwar mundar ke u apkhat pathai is e envelope eman paisa he boli paisa laga liye kus mein aur e pathai is ego mafro jon apan naam na mange tv pe mapan dil se pathai bole ehu paisa ap kus mein laga liyo jon hua paket he u pathai is mafro mohan mulla ओका जन्मदिन है मफ्रॉम मुल्ला होई सेफ तखियार और जोन एक्वा पकेट है उपथाइस एक पलवार वो है उपथाइस एक दूसर पलवार ओहु पलवार पर नाम तीफी पे ना मांगे मैं बोले आजी इसे थोड़ा समय बदलल है इसे थोड़ा मुइलक है देखे किना बीमारी बाई साइन बोले इजना चित अब पथाल बोले इजना चित अब थोड़ा खबरों के लिए जिन्ना जिन्ना खत पथाइस आजी कुछ माते बोला अच्छा बेटा बहुत धन्यवाद है जी हमें ख्याल करे है जितना कर्मचारी है सब कोई के बहुत ऐसी बात दे लग तू लोग हमें ख्याल करे है अलाव पकेत दे हो बहुत धन्यवाद है बेटा बाल बच्चन जितना जनक है सबके सुखी रहे धन दौलत सबके वृद्धि करे भगवान से हमें ख्याल करो जो लिख जी अब Oma Goedoen die brengt haar hartgrondige dank uit en ze spreekt ook haar zegeningen uit aan een ieder die haar bedacht hebben. Of het nou is met enveloppes met inhoud en ook nog levensmiddelenpakketten. Dat niet alleen zij, maar dat hun kinderen, hun kleinkinderen allemaal gezond en gezegend mogen zijn. En dat wij naar haar mogen omkijken zolang zij nog allemaal in leven is. Acha Aji, apne ke khyal kariyo. Bahut bahiran Aji ye somar. Bahut dhanyabad beta aap log ke jab tu log mein khyal karo itna din se. Tu log ka dhyan dal lo jitna karmchari sab ki aisi baat dila ki baal bachchan sukhi rahe. Dhan daulat badhti ho tu log mein khyal karo beta. Bahut dhanyabad hai. In deze periode van COVID-19 zijn wij onze donateurs zeer dankbaar dat zij nog aan gezinnen gedenken. En vooral gezinnen die het erg moeilijk hebben. En zo hebben wij dan oma Bhavani Aji, Dek Abkhat Pathais, ego mevrouw, ook een naam Anne en Amaya. Nogmaals, Anne en Amaya, Abkhat Pathais, ik envelop. In mijn heet 250 SRD. I paisa bola apkus me lagalio. Aur i pathais ego mevrouw wapen naam na mange TV pe. Ma pen deal se pathail bola ehu paisa apkus me lagalio. Ja, jon i paket he, chaur aur i. I pathais mevrouw Mohan Mulla. Mevrouw Mulla ke janamdin he, seifatak jaar ke hoi. I paket pathais ek palwar jon अपन दिल से पठाएल ओहो पर नाम ना मांगे टीवी पे अधिक आप खात अभी बिस्कुट हुआ पे है बिस्कुट वो बिस्कुट पठाइस अब खातीन रिश इंटरनेशनल अब जितना स्पॉन्सर है मफरा भवानी कुछ माते बोले अच्छा बहुत धन्यवाद है भैया अपन इतने धन्यवाद दे रहा भैया जय जय से भगवान करे कल लंबी आयु में भैया बहुत धन्यवाद हो कर बाल बच्चा सुखी से भैया बहुत धन्यवाद है का करी भैया हम तो कुछ ना कर पाए ला बीमार रही है बेदमल बिटिया ने जाके लगन लगन नवाई ने
का करी मुझे शक्ति ना रे भैया अब हाँ बीमार हरदम में बहुत धन्यवाद है जे दे से मालिक करे कर बाल बच्चा सुखी से रहे भगवान करे उनके लंबी आई भैया और का बोली बेटा Mevrouw Bhawani brengt haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs. Zelf geeft ze aan niet gezond te zijn. Het zijn in feite haar kinderen die voor haar zorgen. Zij moet zelf gebaad en gekleed worden. Het gaat niet zo goed met haar, geeft ze aan. Maar nogmaals, zij is alle donateurs vanaf de enveloppes met inhoud tot de levensmiddelen en ook nog beschuit. Heel erg dankbaar dat ze dit allemaal heeft mogen ontvangen. Achaji, cha, mooi ze rijo, vind ze beet hoi chaji. Bouw dan baat, lokke, bagwan kare, lokke, namie, aju, bini, de baya, bouw dan baat, lokke, bouw dan baat, beta. Mevrouw Mahinder, Abkhat Pathais, ik had sponsor, envelop, or sauda. Envelop op Pailabate, mevrouw Anne en Amaya. Nogmaals, namens Anne en Amaya krijgt mevrouw Mahinder een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. Haar IPathuis op gaat ik palwaar Munderke, op een naam namang in TVP. En hun paisa he, bele ik he, in mijn hangse meme, moois gebruiken leo. Johnny pakket he, chaur or pakket, IPathuis palwaar B, Mohan Mulla. Mevrouw Mulla ke janamdien he, 70 jaar ke hoi. Ijon pakket he, IPathuis ego dusar palwaar, op een naam namang in TVP. Maar bele moois gebruiken leo. Or I beschuit, Pathuis Rich International, ego bedrijf he. Ohulok jane ki sa mahak sa me, moeilak sa me, COVID-19, breed na mine makkelijk. Ta bole ik aplok moois abhi gebruiken leo. Jena sponsor he, kus mate bole, mevrouw Mahinder. Bahut dhanbaad je je pathai ba, bahut je kar faryari ba, kar bahut dhanbaad, bahut bahut badhai okar, ki jo hame itna gareeb dukhya ke pathai ba, bahut bahut dhanbaad sab koi kya. Ja. Mevrouw Mahinder die brengt haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs. Ze is heel erg dankbaar dat ze dit allemaal heeft mogen ontvangen van de verschillende donateurs. En dat stelt ze dan zeer op prijs. Tja, mevrouw Mahinder, hallo Tjeli. Mooi zeer aan jou. Ja, nee, ab ego samen he. Dampe soma na mag jij ke. Na jijla ha, soma na jijl dampe ha. Toe het na maha samen voor je bemari wat doen die kan na zake dampe. Anne en Amaya die doneren ook aan de heer en mevrouw Doekie. En van meneer Doekie kunnen wij zeggen dat hij getroffen is door beroerte als gevolg waarvan hij dan alle zorg nodig heeft. En de zorg komt dan vanuit zijn vrouw, mevrouw Doekie. Mevrouw Doekie. Ja, Sharmila. Mevrouw Sharmila, dik Abkhat Pathuis, mevrouw Anne en Amaya. Nogmaals, Anne en Amaya, Abkhat Pathuis, ik envelop. Ik ben 250 SRD. Ik ben het is het haar moeilijk samen he, COVID se, corona se, ar sabchit mahanga he, dus bole paisa moise lagalio, ar i he, in verband met verjaardag op 26 mei, 60 jaar, nogmaals, in verband met verjaardag, 60 jaar op 26 mei, i persoon, abhi ek envelop pathuis abgat, paisa se, ar John Hua Khudra he, u ab pathuis, palwaar B. Mohan Mulla, u he, rode tas, je noemt haar laal plastic zak. Dat is van mevrouw B. Mohan Mulla, 70 jaar kebhel. Zij stuurt pakket haar charter gaat in. Een witte plastic zak, dat is van een familie. Je noemt haar naam namang in TVP. En beschuit op Pawe Rich International. Ke. Je na sponsor he, mevrouw Sharmila. Apke, ap saban ke mate kus bola. Ram Ram bhai, bahut dhanyabad. माथी बोले वो सबके वो धन्यवाद दे दी कि जो ची रहा पथा पथारिस सबके चाहिए मोई से आपसे पथार दे कर के कैसे बोले हो तुम तब अच्छा अरे बोली कि सब कोई के राम राम धन्यवाद करके पथारिस है और सबके बोलिए भगवान चाहिए सबके घर में पैसा जरूर चल जाए
और तू लावत है इतना चीज अन्ना रहती काम करत रही सब चीज पहली है सब खैर पहली है जे जे पथाई है अब उतना दिन बाद तू आयले है फिर एक दिन अच्छा सबके राम राम बोल दिया सब चीज Ik ken mevrouw Sharmila. Wat mevrouw Sharmila in feite aangeeft is ramram. Dat is dan groeten in zeer beleefde vorm. Maar daarnaast brengt zij haar dank uit aan alle donateurs. Dat is toch wel een aantal. Rish International, mevrouw B. Mohan Mullah. De familie die niet bij naam gewenst wil worden, maar uit alle liefde gedoneerd heeft. Ook nog de mensen voor de enveloppes. Al deze mensen laat mevrouw Sharmila bedanken. Danken. Wat ze ook verder aangeeft is dat ik een paar keren hier ben geweest om goederen te doneren, maar ze was er niet thuis. Maar voor al die keren laat ze ook alle donateurs bedanken, want toen hebben we alle goederen voor meneer Doekje achtergelaten. Maar ze zegt, alle goederen en de enveloppes heeft ze ook steeds ontvangen. Acha mevrouw Sharmila, halen tjalil, apne ke khyal karyo, meneer ke abhi khyal karyo. अब घर में बचाई बचाई कर एक पड़ा है उस साइड बहुत मुइलक बा वो चीज बीमारी बहुत ऊंचा हुई है मैंने हंदत पकड़ ले आएगा अब के तो डर लगे हम घर में रहेला कहूँ ना जाए अब आदमी के सब चीज ख्याल करेला अब कहूँ ना जाएला बहुत धन्यवाद भाई मुझे यही है फिर देखिए अब सब फिर से कब भेट हो गए फिर से या या ओके En we zijn er ook bij de gezusters Jinko. En aan mevrouw Jinko geven wij eerst de enveloppes. Mevrouw Jinko, deze eerste enveloppe krijgt u van een mevrouw die op 17 mei 85 jaar oud is geworden. Nogmaals, deze enveloppe krijgt u van een mevrouw die op 17 mei 85 jaar oud is geworden. En dit krijgt u van mevrouw Susan Kanhai, kinderen Alicia en Rishan uit Nederland Spijkenisse. Mevrouw Susan Kanhai, kinderen Alicia en Rishan uit Nederland Spijkenisse. Rode tas met rijst, dat krijgt u van mevrouw B. Mohan Mullah. Zij wordt 70 jaar oud. Beschuit krijgt u van Rish International. En de andere zak met sap en levensmiddelen, dat krijgt u van een familie die anoniem wenst te blijven. Ze willen hun naam niet op de televisie, maar ze geven het uit hun hart, uit alle liefde aan jullie. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs, mevrouw Jinko? Ja, ik wil hartelijk bedanken voor mevrouw Kanhai en die anderen die me envelop gegeven, wil ik ze hartelijk bedanken. En wens ik dat de Heere God mogen de rijkelijke zegeningen geven, gezond leven geven en alles overvloed aan zij geven en beschermen aan de gezinnen. En die andere die heeft mijn pakket gegeven, meneer Mulla nou bij. Ja, mevrouw Mulla. Oh, mevrouw Mulla en die andere? Ja. Mevrouw Mulla is daar, weer een familie, die witte zak daar. Ja. Die mensen willen hun naam, gewoon ze doen het anoniem. Maar met alle liefde en beschuit, omdat nu bijna alle winkels dicht zijn en mensen moeten toch wel eten, ze moeten toch wel ontbijten. Dat krijgt u van Rish International. Ik wil beide mevrouw hartelijk dank zeggen. Het is een goede werk die doet en uw hart wens ik dat u wil arme mensen helpen. Daarvoor wil ik zeggen dat hartelijk bedankt. Ik ben hartstikke blij en mogen de Heere Almachtig u hartelijke, rijkelijke zegeningen geven, uw gezondheid. Het is een virus, maar ik geloof en ik heb hoop en ik geloof dat de Heere God mogen jullie allemaal beschermen, bewaken over deze ziekte en mogen de Heere machtige hand en God machtige hand over jullie allemaal zijn. En meneer Cornelis en bij. Ook wil ik jullie zeggen, mogen de Heere God in jullie leven zijn en alle bescherming, dat de Heere God mogen jullie beschermen en rijkelijke zegeningen geven. Want dit is niet gemakkelijk job, het is een moeilijke job, vooral over deze virus.
Wel, ik ben niet bang, want ik heb de Heere God in mijn leven en ik geloof en ik weet dat de Heere beschermt iedereen. En ieder mens, als ze hebben verlangen, zoekt de Heere God. Want Hij kan alleen beschermen over deze virus. Er is geen andere God. Als je hebt Jezus in je leven, als je hebt de Heere God in je leven, waarlijk Hij beschermt u, er zal niks met u gebeuren. Hij is waarlijk een rechter in de hemel. En bedankt voor allemaal die me dat zegeningen gegeven. Heel mooi gezegd. Dank u wel, mevrouw Jinko. En ik zou jullie zeggen, weer tot een andere keer. En letten jullie op jullie zelf, ja? Ja, meneer Gennis. Ik ben helemaal niet bang. Omdat waar moet ik gaan? Ik begin te bidden. En ik vraag met God om samen met me gaan. Dat als ik nodig heb, dan ga ik. Maar als ik niet nodig heb, dan ga ik niet. Ja, ik ga nergens zo, maar ik ben thuis. Mevrouw Matura en haar zoon, die krijgen ook weer spullen uit de gemeenschap. En deze spullen zijn op naam van mevrouw Matura gekomen. Ahmed Shah, Shifania, Liaquat Hussein en zoon Safar. Nogmaals, Ahmed Shah, Shifania Liaquat Hussein en zoon Safar, die sturen voor mevrouw Matura en haar zoon een enveloppe met 200 SRD, alsjeblieft mevrouw Matura. Dank u wel. En dit is van een mevrouw, ze wil de naam niet op televisie, mevrouw Matura, maar uw naam staat hier. Ze hebben gezegd, ik moet het aan u geven. Dit is ook voor u en uw zoon. Hierin zit 300 SRD. Ja. U krijgt lekkere beschuit van Rich International. Ja. En u krijgt een pakket levensmiddelen en reis van mevrouw Mohan Mulla. Deze mevrouw is jarig. Ja. Ze wordt 70 jaar oud. Wilde je wat zeggen, mevrouw Matura? En tante, ik ben heel blij. Ik ben bij mij gekomen. Het heeft mij Santa gegeven. Maar die naam heeft me niet gezegd. Jij zit niet op mijn tv. Ja. Als je ziet mij op tv, dan moet je mijn naam zeggen. Mijn naam is mevrouw Matura Savitri. Ja. Ik ben, ja. En deze mijn jongen is Halikap. Zij is Matura Virat. Ja, moet je naam opkrijgen. Ja. En mevrouw Matura, ik zie dat je vandaag weer mode hebt gemaakt. Ja, ik heb vandaag, tante, ik heb vandaag, mode gemaakt. Lippenstuk, ik heb gezet vandaag. Een mooie paardje. Ja. Als je moeder dag komt, andere keer, tante, dan moet je lippenstuk een mooie paardje voor mij zetten. Die kleuren, het mooi paardje. Ja. Ja. En u zegt, u bent ziek, uw bloeddruk is hoog. Ja, ik ben bloeddruk, tante. Ik heb het bloeddrop, ik ben ziek, tante. Ja. U moet op uzelf letten, hoor, mevrouw Matura. Ja. Ja, een beetje dieet houden. Ja. En dan, als we de volgende keer weer bij je komen, zullen we dan weer praten, ja? Ja, ja. Dan, tante, als ik kom, dan moet ik voor mijn pizza aanzetten. En dan ik wil bara mama kapteen, bara beetje om te bara te maken. Als de moeder dag, vader dag, ik wil bara maken. Ik kan. Ik heb vandaag bruine bonen gekocht. Maar ik heb een voeten uit lekker. Oei, dat is ik heb haar deden. Ik heb haar deden. Yes, je zou hem net eten gaan geven. Oké, gaan jullie smakelijk eten? Ja. Mevrouw Matura, dat zien we je weer, hoor. Eten, ja. Okay. Andere keer, hoor. Ja. Dan hebben we dat. Met de complimenten van onze donateurs zijn we dan ook bij broer en zus Ramanant. Meneer Ramanant die is onlangs getroffen door een lichte beroerte, terwijl de zus een geestelijke beperking heeft. En we zijn blij dat de gemeenschap toch aan deze mensen blijven denken. En zo hebben we dan anoniem, maar wel namens de kinderen en kleinkinderen. Nogmaals, anoniem, kinderen en kleinkinderen. Die hebben mij dan gevraagd om aan de zus te geven. Hierin zit 250 SRD, alstublieft. En meneer Harry, die geeft aan dat ik hierin zit 200 SRD en dit moet ik dan aan de broer geven, alstublieft. Je natje niet aan dik, hè?
reis komt van een lid van de Sai Baba organisatie. Dit komt van mevrouw Irene. Mevrouw Irene behult 80 jaar. Ipat heis ik palwaar jonapan naam namange TVP. En beschuit Pawe Aplok Rish International. Mangate jena sponsor hek us bolle? Jena sponsor hek bo danbaat he wai. Or apan are COVID se bachai ke. Dekhe bemari bohut chal alam kohun na jayla bhi. Tohun chahi bachai ke reke vaiya Ganesh. Jane to bohut thank you wal. Meneer Ram Kelawan, die bedankt alle donateurs voor de enveloppes. Ja, meneer Ramanant, pardon. Ja, meneer Ramanant, Sanjay Ramanant, die bedankt alle donateurs voor de enveloppes, voor de pakketten. En hij zegt ook gelijk dat een ieder in feite zich moet beschermen, veilig moet zijn tegen COVID-19. Hij gaat niet zomaar ergens naartoe, want hij weet wat het betekent om thuis te blijven. Want zo bescherm je jezelf. Atja, meneer Sanjay? Ja? Bedankt hoor. Ja. Ja. Mevrouw Deukali Binda, de familie Asem en Ashish Kadir en gezin uit Rotterdam, Nederland. Nogmaals, Asem en Ashish Kadir en gezin uit Rotterdam, Nederland. Zij hebben op uw naam, Deukali, een enveloppe gestuurd. En hierin zit 250 SED, alstublieft. Dat is voor u. En mevrouw Siumar Benny Sharmila, nogmaals, mevrouw Siumar Benny Sharmila, zij is op 20 mei 40 jaar geworden. Zij heeft ook een enveloppe voor u gestuurd. Hierop staat mevrouw Binda, dus dit is voor u, alstublieft. Dit krijgt u van een familie die zijn naam niet op televisie wil, maar ze hebben het uit alle liefde voor u gestuurd. Dit krijgt u van een 80-jarige mevrouw, mevrouw Irene. Beschuit krijgt u van Rish International. En rijst krijgt u van een meneer van de Sai Baba organisatie. Omdat hij toch begrijpt dat mensen nu het moeilijk hebben. Ja. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs, mevrouw Deukali? Ja, heel graag. Heel hartelijk bedankt. Mevrouw Sharmila, hoe heet ze? Ja. Mevrouw Sharmila, heel, heel hartelijk bedankt dat u aan mij hebt gedacht. En meneer Ashim en Kadir en gezin, heel hartelijk dank. U kent me niet, maar toch, u denkt aan mij. Gaat u maar zo door. Hè? God zal u zegenen. En als u maar één dubbeltje geeft, krijgt u van God misschien 100 dubbeltjes. Ja? Blijf zo doorgaan. God zegene u, uw gezin en iedereen geeft. God geeft u kracht en gezondheid. Ja, dat is alles wat ik u kan zeggen. Want ik ben heel, heel blij met dit geschenk. Want wij hebben zelf, wij zijn arme mensen, zelf niks. Zelf niets wat we kunnen doen. Net zag ik met iemand praten dat nu gaan we ook geen pakket krijgen, we gaan pinaren. Vanochtend moest ik groenten kopen. Ik vroeg een jonge man, breng me, ik kan niet lopen, want zie je, die hechting is nog niet weg. Ik moest vandaag weghalen, de dokter zegt, is lockdown. Hij ontvangt geen patiënten. Ik ga op HW en één bos, Vitawiri. Vitawiri die groeit gewoon in bos. En die meneer zegt 20 SRD, één bos Vitawiri. Kunt u voorstellen? Hè? En tomaat, ik kan u wijzen, 5 tomaten zo, net als knikker, voor 10 gulden. Hoeveel tomaten? 5 tomaten. Als lockdown is en markt is, overal is dicht, dan waar gaat al die groente? Waar is die groente? Zijn ze op het veld die verrotten? Wat gebeurt er mee? Of eten koeien of wat? Ik weet dat ook niet. Ja? Van alles, er is op die standvlak hier op HW, ik zeg meneer Ganesh, hier op HW, er was geen één ding die 10 gulden kostte. Ja?
20, hoe doe je dat? Ja, dus de mensen overdrijven. Behoorlijk in deze periode zien we dat mensen daadwerkelijk overdrijven met de prijzen. Ik ben zelf een patiënt. Ik kan nauwelijks lopen. Ik kan nog steeds niet goed zien. Ik voel zo. Dan loop ik. Hè? Ja. En s'avonds als ik misschien naar buiten moet of zo. Luisteren die jongen, dat piepen ze waar ik ga of ik niet ga vallen of zo. Hè? Zo voorzichtig. En dan, ik snap het niet. En terwijl nog die twee jongens nog erbij. Ja, het kan gewoon niet. Hè? En dan kan je ook geen brood vinden. Alle winkels van deze buurt zijn dicht. Ja? We moesten die kant gaan brood kopen. Voor 5 brood moet je misschien een uur in de rij staan. Aan 2 meter afstand. Hè? En dan is die rij ook zo groot. Ja? En dan wil ik die Saibaba Stichting ook bedanken. Heel, heel hartelijk dank, Saibaba. Dat u ons denkt en die meneer van die beschuit. Ja, Rich International. Rich International, meneer of mevrouw, heel hartelijk dank. Ik ben erg, erg blij met uw beschuit en de rest, weet ik niet, vergeet. Mevrouw is 80 jaar. Maiji, Mataji, aapke bahut bahut dhanbaad haiga. Ki aap hamar badka bahin hoi sako, want aapse do baris chota hai. हम दुई बरिस छोटा है अपने जन्मदिन पर हम ई बीमारी पहली का नाम हरे हमके बरूर तमारिस आप भगवान से खुशहाल जीवन जियो अपन मोई से अपन दिन गुजारो खाओ पियो हंसो खेल बाल बच्चन के सारी मोई से रहो भगवान आपके सहन शक्ति देवे सब कुछ और Deze familie wil hun naam niet op de televisie, maar ze begrijpen het, hoe moeilijk gezinnen het nu hebben. Dus van hun krijgt u dan dit. Ja, bedankt meneer of mevrouw, wat u voor mij hebt gestuurd of u doet. Gaat u zo door, God zal u zegenen. Op elke mogelijke manier gaat u een mens. En wij, ik althans, ik ben zo blij van, Als mijn hart en zien al die mensen die donaties hebben gegeven. Als mijn hart en sinaasappel was, zou ik overscheuren. En nu wezen hoe blij ik ben. En ieder heel, heel hartelijk dank ook die mensen van die envelop. Ik zeg het ook. Meneer Ganesh, echt waar. Als het een appel of sinaasappel was, zou ik ze openmaken, laten kijken. Wat voor leed ik heb. Hoe ik leef, hoe mijn huis. Kijk die mensen. Die mensen hebben zo 13 jaar voor de gek gehouden. Toen Front regering was, hebben die mij 3 jaar voor de gek gehouden. Dan was die ene dokter Koenkoen, die hebben mij voor de gek gehouden. Toen was dat ene ding die van Amerika, dat geld, ik weet niet hoe dat is, lips of wat, ik weet dat niet. Die voor de gek. En nu dan NDP. Die mevrouw van die NDP heeft zoveel huizen voor mensen gebouwd. Voor haar familie, voor haar zusters, broers, iedereen. Hier vlak hiernaast ga kijken, die paleis, is je familie. He? Want hij rijdt die terug en zo. He? En wij arme mensen, zo hebben hier alles kapot gemaakt. Ze zeggen dat... Ze halen die dingen op, alles kapot gemaakt. Vandaag heeft die ene zo'n beetje schoon gemaakt. Is dat eerlijk in het land? Ga je zo zeggen dat je voor mensen zorgt of zo, of je oude mensen oplet en die gaat dit doen en dat doen? Ik beledig niemand, maar net had ik erover. Misschien heb je ook opgemerkt. De ene Belfort, als hij op de tv komt, hij zegt, ram ram namaste, ja mozi kaki, alles. Al die dingen zegt hij, ja of niet? Ja? Als Bouta komt, hij zegt dingen van, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Hij zegt ook, brada nangasa, dat is zijn taal. Maar onze meneer Santoki. Die zegt nooit namaste, bhaiya of bhauji, of mai, of bab, of kaka, of kaki. Enige, bradassa, hij ging hier langs. Ik rende van blijdschap. Om te groeten, hij zegt nee, ik kan niet komen. Meneer Santoki heeft dat gezegd. Ik kan niet komen over een paar dagen.
En er waren nog twee andere mensen met hem. Ik weet niet wie die andere is. Dokter Sharman en nog een. Mijn zoon kent die naam. Ik heb een hand zo bij die pols gepakt en ik zeg hem, ja, tjel hem maar halen te dik. Ze zijn gekomen, ze hebben niet gezegd. Nee, ze zijn binnengekomen en dokter Sharman zegt, mij eten door halbare garbar. Dat zijn ook mensen toch? Niet omdat je straks president wordt, dan ga je alleen met andere mensen bemoeien en geen Hindustanen. Die Hindustanen hebben jou ook meegeholpen. Je ziet vlaggen bij mij, je ziet daar vlaggen, maar je ziet daar ook vlaggen. Mijn zoon is voor VHP gaan werken. Ik weet het niet of ik goed zeg of slecht zeg, ik weet niet. Ik ken al deze mensen ook niet, maar kijk hoe dankbaar ik ben. Hoe gelukkig ik me voel. Net zei ik tegen iemand, ik zeg ik bijna half een jaar heb ik alleen reis van pakket gegeten, want als ik moest kopen kon ik niet betalen. Vooral als je dat beetje geld hebt, die moet je aan je ziekte besteden, aan je ziekte besteden. Je kan niet lopen, je moet taxi nemen, je moet met taxi komen, al die dingen. En ik ben jou ook dankbaar dat je me aan mij denkt en brengt. En deze meneer ook. En die hele groep van Trisul. Iedereen dankbaar. En goede gezondheid. Dank u wel. Ja. Wat die? Dik i John pakket he. I abkhat pathuis palwar Ide Lal Mohammed. Nogmaals, Palwar Ide Lal Mohammed, Abkhat Patai is die pakket, of die envelop. Iemand heeft 200 SAD. I biscuit Abkhat Patai is Rich International. Chaur Patai is Ego Sai Baba ke organisatie ke lid. Of die een equa pakket he, ha, wala. U Patai is he. U Patai is he ga. Ja. Ik palwaar, je hebt een naam TV, maar deel ze pathuil. En die envelop is, ik heb mijn vrouw, 15 juni, 60 jaar gehoord. Mijn vrouw heeft leiding 11A, zij die weg. En Abkhat Patai is 250 SAD. Ik wil je pijsa, heb ik dus mijn legalio. Heb je sponsor gekozen, maar te bolen? En met de complimenten van onze donateurs zijn we ook thuis bij opa Hoefdraad. En opa Hoefdraad die krijgt van een familie van Meerzorg. Opa, een familie voor Meerzorg. Dit aan komen wij naar Kona, Meerzorg. Ja. Dus maar dat zijn we enveloppen. Nanga money, nanga asaka alaisi disi. Je kies ook toe van zijn familie disi. Ja. Dit is nou een oma, staat op. Abe verjaardag tap 17 mei, tap 85 jaar. En de oma die zijn ook to Moniji. Hierin is 250 SRD. Abiskutuja, Bredeno Defin, makkelijk opa. Abiskutuja, je kies voor Rich International. A pakket die je kies voor mevrouw Irene, a mevrouw dat tap 80 jaar. En a pakket die je kies voor een familie, Sajje uit de Ati. De noemen de neemt op televisie, maar de begrijp ook gezin en vooral de oorlogs maf unu. De abe moeilijk nu, vanwege creëert tapu naga ala de probleem naga COVID. Met a familie dat zijn, die is ook toegi. Ik ben tegen de smaak van zijn opa. Nou, aan het einde is nu de, mi bedank de smaak. Alla tu me bedank. Want vijf is mis doen, ja. Mi tak no, if mi mat is kong ami do jawa sanim da mes me bedanking nanga desma nanga desma sai sin a envelope ko jimi nanga in hout we sai dat de mi wens nanga den paket dia atapas turu
We put allemaal nog bedankt familie te familie. Dank u wel, opa. En opa nega straat is zomaar toch? Nee. Anas ik kilo nodig. Nom nogo. Oké. Okay. Als maar smaak om karmen onder dat koga of vier of zo. Met een tak met ingo. Met de nou zo. Dat erg verstandig voor opa. Abu opa Lukvis Refi. Dan is dat tegen wat tralies bakker. Ja. Een regenachtige dag wanneer wij de pakketten verdelen aan de minder bedeelde personen en of gezinnen. En zo zijn we dan bij mevrouw Mohan Bidiawati die een enveloppe krijgt namens een mevrouw die op 15 juni 60 jaar wordt. En deze mevrouw is van de leiding 11A, Saidiweg. En zij doneert SRD 250 SRD aan mevrouw Mohan. Nogmaals, we feliciteren deze mevrouw die op 15 juni 60 jaar wordt. Ze is van leiding 11A, Saidiweg. En dat geven we dan aan mevrouw Mohan. Mevrouw Mohan, alstublieft. En dit is een enveloppe van de stichting Swami Dayanand. Je hebt gehad, Abiba. Je hebt gehad, Abiba. Je stichting Swami Dayanand. Je hebt gehad, Pathijs. Adek Johnia Souda. Op het huis mevrouw Irene, 80 jaar gehooi. Sai Baba organisatie kegel lid. Paradise Nikeri me. Op het huis op Khachor. Ar I het huis ego dusar palwar. Kus mate bole sapke mevrouw Mohan? Ja. Kan name? Mohan? Ja. Mevrouw Irene. Mevrouw? Irene. Ik heb het gehoord. Mevrouw Irene. Ja. अच्छा दीदी भाई अच्छा दीदी आज तो बड़ा धन्यवाद देगा और हमका पानी ना है मैं पानी कट गए हैं और हमके चिराग भी ना है यहाँ हाँ और ऐसे ऐसे बड़ा धन्यवाद है मफर दीदी ऐसे भाई और नाना के भी ना नाना कैसे है राम राम नाना अच्छा नाना वो आपका बहुत धन्यवाद है नाना अच्छा Ja, in feite brengt mevrouw Mohan haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs. Oh ja, en wat ik eruit moet toevoegen, dat heeft ze al binnen gezegd. Maar van Rich International heeft ze ook in deze periode, waar brood een beetje moeilijk is te vinden, heeft ze ook nog beschuit gehad. Dus onze hartgrondige dank aan Rich International. Maar voor de rest brengt ze haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs, van wie ze toch allemaal wat heeft gekregen. Mevrouw Bissesser, dat ik palwaar meer zorg ke, op het pathuis ik envelop, or ik sakachor, 10 kilo ke, alstublieft. I pathuilba, ego mevrouw, junke janamdien he, 15 juni ke, deze mevrouw wordt 60 jaar, ze is van leiding 11A, saai die weg. Nogmaals, deze mevrouw wordt 60 jaar op 15 juni. Ze is van leiding 11A, Saidiweg, haar Abkhatpathuis 250 SRD, alstublieft. John Pachin pakket rakkal, op het huis ego mevrouw Irene, ook haar genamdien he, 80 jaar gehoi. John Ikwa pakket he, het huis ik palwaar, John op haar naam TV Penamangi, maar deelse pathuil. Arjun beschuit he, op het huis Rich International Abkhat. Genna donateurs he, paisa or pakket, kus mate bole. हाँ बहुत धन्यवाद सबके भगवान ऐसे बनाए रहे भाई जो जैसे हम लोग के सहारा करे वैसे भगवान उस सबके झोरी सदा भरे रहे दुर्गा मैया लोगों सब कोई बहुत धन्यवाद दे ला कि तू लगी पानी में तू देखो तो लोग कैसे मनाई के हेपी करे Professor, breng daar hartgrondige dank uit aan alle donateurs dat zij vooral gezond en gezegend mogen zijn. Maar niet alleen zij, ook hun kinderen en kindskinderen, dat ze allen gezond en gezegend mogen zijn. Verder brengt zij haar dank uit aan ons. Geeft aan dat ondanks de harde regens wij toch bij haar komen om dit allemaal aan haar te geven. Acha mevrouw Bissesser, hallo Tjeli, wien ze beet uit je? Dank je wel voor alles. Hi.
En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van aflevering 74 van TBN Yipidim. Onze hartgrondige dank gaat uit naar de volgende donateurs. B. Mohan Mullah. Mevrouw Mohan Mullah wordt 70 jaar oud. De felicitaties en onze hartgrondige dank voor uw donatie. Mevrouw Irene, die 80 jaar wordt, de felicitaties, maar ook onze hartgrondige dank dat u voor TBN Yipidim hebt gekozen. Rish International, die een aantal dozen crackers heeft gedoneerd. Deze organisatie, deze onderneming begrijpt dat mensen het heel erg moeilijk hebben om nu aan brood te komen. Vandaar dat ze dan heerlijke crackers hebben gedoneerd, welke wij vervolgens gedoneerd hebben aan daartoe behoeftige gezinnen. En een familie die anoniem wenst te blijven. En deze familie die doneert al enkele weken pakketten. Onze hartgrondige dank aan u. Verder dank aan alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Of dat nou is met een enveloppe, met inhoud, met andere zaken. Dank, dank en nogmaals dank. Wilt u ook anderen helpen in de gemeenschap? Nou, neemt u dan contact op met onze administratie op 43 99 23 43 99 23 of 87 4 keer 9 3. Nogmaals 87 4 keer 9 3. Ook de mensen die geld willen storten op ons, een van onze rekeningen, want dat hebben we een SAD, een Amerikaanse dollar en een euro rekening. Nou, alle informatie krijgt u in beeld. We bedanken nogmaals alle donateurs. We bedanken ook onze kijkers en luisteraars die dit programma ondersteunt. Want u kijkt en u ziet de noden en vervolgens reageert u dan ook op de noden in de gemeenschap. Verder dank aan mijn cameraman Raj Mahangu. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende.